Hallo, ik ben de ontwerper van deze website. In dit filmpje leg ik u uit hoe u zelf uw courgetteplanten een handje kunt helpen bij de bestuiving. Normaal gezien hebben de planten hier geen hulp bij nodig, omdat de bijen de bloemen in uw plaats bestuiven. Maar soms loopt het mis en zijn er helemaal nergens bijen te bespeuren. Als u dus vaststelt dat courgettes wegrotten nog voordat ze oogst klaar zijn, weet u onmiddellijk hoe laat het is. En voor zij die dat willen weten, het is nu 10 minuten na 9 in de ochtend. Nu ik het toch over de tijd heb, moet ik u ook nog vertellen dat u de bestuiving enkel 's morgens kunt uitvoeren, aangezien de bloemen enkel ontluiken gedurende de ochtend en de voormiddag. Bij gebrek aan bijen moet u de planten dus zelf een handje helpen, of beter gezegd een penseeltje helpen, want dat is nu net het enige gereedschap dat u hiervoor zal moeten aanwenden. Eerst en vooral moet ik u ook nog vertellen dat een courgetteplant zowel vrouwelijke als mannelijke bloemen heeft. De vrouwelijke bloem is te herkennen aan de verdikte steel, die is hier in beeld. Die verdikte steel is eigenlijk een kleine courgette. Merk ook op dat de stelen van de vrouwelijke bloem korter zijn in vergelijking met de mannelijke bloemen. De mannelijke bloemen kunt u dan weer herkennen aan de relatief lange steel waarop deze staan. Bovendien is de steel hier niet verdikt. Dat kunt u hier zien. Deze is duidelijk niet verdikt. Goed, dan toon ik u nu nog even hoe u de bestuiving moet uitvoeren. U begint met de mannelijke bloem. U had dus een penseeltje nodig, zoals eerder gezegd. Wel, hier is dus een penseeltje. Wat doet u nu? Wel, u brengt met het penseeltje aan en rond de mannelijke bloem. U wrijft rond de meeldraad die zich in de bloem bevindt. En als alles goed gaat, zullen we nu heel wat geel stuifmeel zien. U ziet dat mijn kwastje erg geel ziet. Dat is allemaal stuifmeel die ik nu zal moeten voorzichtig aanbrengen op de stempel van de vrouwelijke courgettebloem. Wat ik nu even ga doen. Ziezo, nu is de vrouwelijke bloem bestoven en kan ik binnenkort weer genieten van een smaakvolle courgette. Hopelijk vond u dit filmpje nuttig en indien dit niet het geval zou zijn, mag u me altijd een mailtje sturen naar dit mailadres. info@degroentetuin.gmail.com. U vindt dit ook terug door onderaan deze pagina op c.p. te klikken. Bedankt voor het kijken.